kijkt naar deze vlog. Wij zijn de Fozie. En wij gaan dus verven. En Max die zag de camera en die dacht, ik moet erbij. Deze hand is nog goed. Deze gaat nog maar straks weer doen. Ja. We gaan de vlog openen en ja, Max moet er natuurlijk weer bij. Ik zie er niet mooi uit, want ik ga helpen verven. Ja, leuk dat jullie kijken naar deze vlog. Wij zijn de Fozies. En wij gaan dus verven. En Max die zag de camera en die dacht, oh, ik moet erbij. En deze hand is nog goed, maar we deze gaat nog maar straks weer doen. Ja, want die is er al af, hè? Nou, ondertussen ja, is Boy hier al het een en ander aan het afplakken. En ik moet je... Ik ging helpen, alleen toen gingen we de vlog openen. Ja, en Maxi hier zo, ja, die wou erbij, hè? Wat? Dus deze muren gaan we verven. Als je zo... Ja, je moet even wachten. Komt goed. Afplakken is altijd een hoop werk. Nou, en zoals jullie misschien al hebben gezien, zijn onze letters eraf. Die van Love Home, die hebben we echt al vanaf dat we hier wonen erop zitten. Ja, dat was het proberen. Maar die had ik toen de tijd opgehangen met dubbelzijdig plakband. Zie je dat? Of dubbelzijdig tape. Oh. Dus die moeten nee, zit die? Nee, daar lijkt het op, ja. Dus die moeten we er nog even afhalen. Ik kan dat niet meer maken. Nee, dus moet ik even met een beetje stickerverwijderaar verder afhalen. En deze, dat is echt tof voor de schilderijen die we hadden. En dan hoef je niet te boren. Maar ja, die moeten er ook af natuurlijk. Dus dat wordt nog even een klusje. Nou. Ik ben heel benieuwd naar de... Wat is er nou? Ik zou meeschilderen. Meeschilderen. Ja, dus ja. Maar ik weet niet of ik daar weer wat terug wil. Want dat ding was eigenlijk gewoon even voor time being. Oh. Ja, dat is... Dus haal ze eraf. We gaan het in ieder geval ontvetten. En dan zien we wel wat er weer voor terugkomt. Ik heb mijn schilderkoks aan. Ik ga jullie verven. Want dit wordt mijn klas. Gaat dat goed komen als jij mee gaat helpen? Ja! Ik heb al geoefend, kijk! Ja, dat gaat wel goed komen. Daar is mama bezig. Even een krabbetje. Dat is altijd leuk, ho! Kijk, ik ga het even zo doen. Zo. Ja, want we zijn eigenlijk wel heel benieuwd naar de kleur, want voor het eerst heeft Boy alles uitgezocht. Ja, de zand. Ja, dus dat is echt wel een dingetje. Dus ik laat het allemaal los en we zien wel wat het wordt. Ja, ik leg mijn kastje even neer. Ja, dat is waar, ja. Ik heb het gedaan, maar. Hoe betekent het? Kijk, en dit wordt mijn schilderkwast. Ik ben er zo blij mee. En dan heb ik hier nog wat pastel. Ik heb het schilderen. Jullie zijn wel zwaar, hoor. We hebben allebei de basisschoenen. Ja, is een beetje apenkooi zo. Met al die spullen. Kinderwagens. Deze. Ja, die is het. Nou, zet hem even neer, dan gaan we hem openmaken. Nou, het moment is daar. Is het een mooie kleur? Of is het geen mooie kleur? Het is wel een zandkleur, dat weet ik. Voorzichtig, hè? Ja, wacht maar. Ja. Super. Die kleur is die mooi. Ik ook horen. Ja, oh, één stokje. Ja, ook goed. Doe maar met één stokje. Doe die allemaal maar vier in. Welke? Ja, maakt niet uit. Waar jij mee wil roeren. Ik wil met deze. Even wachten. Ja. Wow, deze kleur is grijs. Kijk, mam. Durf niet. Jawel. Dit is eigenlijk grijs. Kom, papa, goed roeren. Dan kan in de bak. En nu ik weer. Oh, hij is een hele mooie kleur. Ja. Ja, zeker. Een beetje zand. Kijk, dit is eigenlijk de kleur. Ja, heel mooi. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ga het wel proberen. Ja. Mag ik weer roeren? Ja, een klein beetje nog, dan is het klaar. Heksenketel.
Oh, eetjes. Ja. Ik heb 50 hierop staan. Oké, kom eraan. Ja. De nagels zijn we weer niet afgehaald. Nee. Wat denk jij er nou allemaal van, Max? Wat zijn ze nou weer allemaal aan het doen hier? Die druktemakers, hè? Mama! Ja? Kijk! Dit heeft papa gedaan! Nou, oké, ben heel benieuwd. Kijk. Maar eens kijken dan. Nou, aan jou de eer dan. De hoeken. De hoeken ga jij doen, ja. Naar beneden toe. En omhoog. Goed zo. Ik ben benieuwd. Hij is wel een beetje hetzelfde als de keuken, dus het komt helemaal goed. Ja. Goed. Kunnen jullie er alle twee bij? Ja. Ah, hij denkt wel lekker hoor. Dat is goede mooie verf, hè? Ja. Mooie kleur. Maar mag ik ook helpen daarmee? Oh ja, dat is het randje toch hier? Ja, maar dat is al klaar. En deze? Ik moet het nog gaan. Oh. Ah, die rol ik, hè? Ah, die rol je. Ah, die goed. Dan gaan we hier verder. Maar wel goed opletten dat je niet hier tegenaan komt. Dus je zet hem zo neer en dan een beetje wat meer verf. Maar mag ik het zelf? Ja, ik ga dat een beetje naar beneden. Ja. Ken het. Gaat het goed? Ja. Nou, we gaan lekker hoor. We gaan heel Weet snel. Je? Ja? Kijk, dit is handig met deze kwast. Ah ja, maar je moet gewoon langs het randje, toch? Ja. Papa, ik ben al die witte vlekken weg aan het vegen, goed? Ja, oké. Maar dan, ik ga dan de hele muur eraf doen en dan ga ik kijken wat ik mis. Ja. Dat is iets handig. Dank u. Nou, papa en mama zijn lekker bezig. Ik heb de hele onderkant geverfd. Maar het lek is allemaal van papa. Want ik ben dus even niet meer bezig, want dat hoeft niet meer. Pap, we hebben precies genoeg voor de muur. Dus ja, toppie! Zo, even de kleurupdate. Toen hij erop ging, dacht ik, oeh, dat is wel heel erg donker. Maar ik moet zeggen, nu die opdroogt, zo bij de keuken, zeg maar, dat het echt wel een heel mooi contrast is. Dus ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Hij moet natuurlijk ook nog een beetje drogen. Maar ja, ik ben wel tevreden. Heel netjes. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien, maar ik ben er erg blij mee.
Het geeft wel heel erg sfeer. Het is een beetje grijzigachtig, een beetje muisgrijs. Erg leuk. Nou, en Jasmine liggen even lekker te chillen hier zo. Even bijkomen van al dat werken. Ze hebben wel goed geschilderd. Wat gaat ze nou doen? Hè? Chill, jongen. Wordt gelijk weer aan het werk gezet. Deze. Oké. Okay. Wat vind je van de muur? Mooi geworden? Je hebt goed gewerkt. Ja. Waarom is die een beetje van de muur af? Waarom dat hij natuurlijk nog nat is. Dus nou ja, we komen er wel. Nu nog die zak uit de tuin. Er zit ook een doorn in mijn ogen, stad. Moet ook weg, hè? Ja, wat doe je die? Nee, daar, die witte. Ja, die oranje ook. Maar die, nee, die oranje is voor hoofd mijn skelter. Ja, dat klopt. Maar als we die witte weg hebben, dan kun je je skelter daaronder zetten. Dat is beter. Ja. Toch? Het is goed, even papa aan het werk zetten zo weer. Zo, klaar met al de geklus, hè? Ja, ik heb mijn mooie kleding aan. Ja, je ziet er prachtig uit, schat. Wat gaan we doen? We dachten, we gaan even wat leuks doen. Want na al dat klussen, dan willen we wel weer wat leuks. Hebben ze weer het kersttrein om in te zitten. Yay! We gaan dus naar het tuincentrum. En, want in het tuincentrum hebben ze dus alles weer in weet kerst. Je, dit past heel goed bij mijn nagels. Ja, dat is waar. Dat heb je heel goed uitgezocht. Dus we gaan naar het tuincentrum en dan nemen jullie mee. Wij gaan Omi ophalen. Ja, Omi gaat gezellig met ons mee. Die houdt ook wel van mama, de kerst. Mama, mogen we zo'n huisje kopen waar zo'n trein doorheen gaat? Want ze altijd op zo'n podium hebben staan. Dat wil ik! Ja, dat zie ik overal op YouTube. Ja, iedereen heeft dat. Superleuk, maar waar moeten we dat kwijtzetten dan? Waar moeten we dat kwijt? Neerzetten. Op een kamer eentje. Ja, ja. Maar dat geeft altijd licht. En je kan het geluid uitzetten. Nee, ik ga geen kersttrein kopen. Sorry. En wij zien je hebt altijd een trein. Ja, onder de kerstboom. Ja. En we hebben in ons straatje hebben we een huis. En die in de slaapkamer van de kinderen is helemaal disco altijd zo. Disco licht. Waar zo? Altijd in ons tuintje daar. Als we uit de tuin kijken. Hebben altijd een disco. Zeg maar bij ons uit de tuin, de overburen, die hebben altijd van die soort knipperlichtjes met allerlei kleuren. Wij, hoe kan je slapen, joh? Die staat echt gewoon dag en nacht aan, dat ding. Dus daar is al de disco, zeg maar. Ja. En dan denken we, oh, wauw. Ja, nee, die heb ik bij oma. Ik bedoel bij papa. Oh, ja, dat klopt. Ja, van die zonbeschermers. Ja, van de Elsa. Dus meestal thuis zit hier al voor de deur. Ja, ga maar. Doei! Dag! Nou, ik haal je over een uurtje op, ja? Nee! Wauw! Als je hier binnenkomt is al mooi. Wat heb jij nou weer zo'n grijpding? Oh, dit is leuk, hè? Dit vind ik zo'n leuk stel, dit. Wacht een centje! Nee! Kom, we gaan eerst eens even kijken wat ze hier allemaal hebben. Zo, dit is mooi, hè? Ja, echt een gave tafel. Waar is de trein? Dan gaan we eens hoeken binnen. Leuk stoeltje. Dit van een rendier. Ja, denk het wel. Of nep. Schoenen. Ik weet het niet of het echt is. Aan de prijs te zien is hij wel echt. Geen planten nodig. Nee, we nemen niks mee. Mag ik daar wonen? Dat in dat huisje daar zo. Ja, misschien wel een idee. Kom, we gaan de trein zoeken. Ja. Ja hoor, je hebt hem al. Wow, we kunnen hem zelf bedienen of niet? Ja. Ja. Nou, ga maar, je mag er nog in. Tot 12 jaar. Tjoek tjoek. Ja, goed zo. Safety first. Het is wel echt weer prachtig. Ja, ga maar. Doei. Doei. Oh, hij doet het niet. Toch wel. Doei. Maar kijk de details. Hier regent het. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Hier, daar. Wauw. Jasmine rijdt lekker een rondje. Kijk, de trein gaat voorbij. Echt leuk. Dit is toch gewoon gezellig om eventjes langs te gaan. Hier komt de treinmachinist. Tjoep tjoep. Hij gaat best snel. Ja, gaat hij goed? Hoofd naar binnen. Allemaal molens. Mooi, hè?
Heb je alles goed gezien? Dat is leuk! Ja? Nog een keer! Oké. Kijk nou, een heel suikerdorp hier. Oh, wat leuk. Ja, dit zou ik thuis ook wel willen, maar ik word nou gek van al die zooi. Ik vind het super leuk hoor, maar waar moet je het allemaal neerzetten? Het is meestal wel even zoet in de trein. Het leuke is, je kan rondjes blijven rijden. Je ziet zoveel hier zo. Moet ik hier kijken. Wat een details, jongens. Ja, en hier zijn ze natuurlijk allemaal los voor de verkoop. Jeetje. Wat heb je er veel. En hier nog een heel dorp. Kijk. Hier heb je de kerstman. Hier komen alle brieven aan voor de kerstman. Te leuk. En wat is er allemaal nog meer hier? Ja, wat is er niet eigenlijk? Bierbrouwerij. En de kerstman die is pakjes aan het rondbrengen. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar daar beneden. En daar slapen de kindjes. Daar staat zijn slee op het dak. Echt geweldig. Heel kermis hier zo. Dit is echt geweldig. Ik vind het echt zo leuk om te zien. Thuis wil ik het allemaal niet hebben, maar om het zo hier te zien hoe ze dat allemaal hebben gedaan, prachtig. En hier ook nog, een heel skidorp, zie je dat? Zo hebben we de camera draaien. Nou, Jasmee, die hoor je natuurlijk, die zit al een kwartiertje in de trein. Die heeft helemaal naar de zin. Dus ik laat hier even het skidorp zien, want het is ook echt weer zo mooi gedaan. Zelfs vuurwerk zie ik. Ja, petje af. Kijk dan, hier, daar is het vuurwerk, zie je dat? Leuk hè? En de skilift. En die gaat hier draaien. Ja, daar gaat het gondeltje. Toen ik vroeger klein was, wilde ik ook altijd zo'n gondel. Vond ik natuurlijk super leuk. Maar ook nooit gedaan. Nooit gehad. Mijn moeder vond het ook te veel troep. Maar het is wel echt super leuk om naar te kijken. Nou, ik zei het al net van deze wilde ik vroeger. Nou, dit is hem inderdaad. Deze zag ik vroeger altijd. Helemaal geweldig. Is toch leuk? Maar ja, waar zet je het neer? Er gaat zelfs muziek aan nu, hoor je het? En heb je die boom gezien? Ook heel gezicht op de boom. Bijzonder. Kijk, ze hebben zelfs van die hoornblazers. Je hebt wat ontdekt, hè? Ja. Kijk. De caravan van ons en hier zit Max. Te leuk. Er zit inderdaad een hondje. Wel koud in een tentje. Ik heb dit niet in de kerk gevonden. Ja, met school, hè? Hij is hier. De Max is op beneden. Leuk, hè? Een chocoladestorm. Een chocoladestorm? Even kijken of we dat kunnen zien. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Nee, kijk, dan doet ze de koffie daar. Oh, ja, dat kan ook, de koffiemolen. Leuk, hè? Ja, je ontdekt iedere keer en weer mama, wat nieuws. Papa en Max. Hey, en jij in een bakfiets, leuk. Nee, dat is een jongen. Oh, dat is een jongen, sorry. Nee, dan is hij met Mees of Finn.
Wow. Hey, kijk, ga er eens tussen staan. Die past er zo tussen, denk ik. Nou, wat dacht je van die... Een mooi kerstslinger heb jij weer. Wauw, dit is mooi. Dat is leuk, hè? Oh, kijk, ze bewegen. Ja. Ze bewegen ook nog, gooit. Mama. Ja, ik zie hem. Leuk, hè? Ik vind dit echt geweldig. Hier, dan kan je zo tussen de setting. Laten we jou hier staan, heel de winter. Ja. Mama, mogen we deze kerstboom en deze voor op mijn kamer? Nou, vind je het niet een beetje groot? Nee. Tjietjes mee met de lollies. Zo, heel die boom vol met alles, ja. Snoepjes. Taart. Jeetje. IJs. Hoe kitsch we het hebben? Oeh, ijsje. En dan nog een cupcake. Zo, dit is ook weer mooi. Hallo. Hey, zit je lekker? Ja. En kijk, die elfjes bewegen nog ook. Kijk dan, welke kleur wil je hebben? Oké dan, ja, dat kan ook. Hey oma! Hallo! Oma er ook in. De volgende setting, hè? Wat leuk! Ze kunnen allemaal leuke kerstfoto's maken. Ja. Kraakt hij een beetje? Kijk die eigenlijk voor ons. Ja, dat is een hele Moulin Rouge setting. Ook al is het geen kerst. Prachtig hier. Je kan hier echt gewoon een heel leuk uitje van maken. Haha, en jij? Jij zit lekker op deze roze stoel natuurlijk weer. Hij zit heerlijk. Hij is geweldig, schat. Mooi hè, hier. Kijk dan. En we zijn weer terug bij de trein. Nog één keertje, we zijn weer thuis. Kijk eens hoe mooi die opdroogt. Ja, het is echt gezellig. Ziet er echt heel erg leuk uit. We gaan nu nog even Max uitlaten. Ja, dat is goed. Dan moeten we die kant. Oh, oké. Okay. Ja, dan kan je er vanaf skieren, bedoel je? Vanaf de heuvel. Ja, moet ik wel een handje. Oké. Okay. Het is alweer even geleden dat ze gedaan heeft, dus ik ga beneden wachten. Kijken of het lukt. Nee, oké. Okay. Kijk maar goed op de grond. Handen op je knieën. Goed zo. Dit is mijn skier! Nee, ik ben niet gemaakt. Nee, ik ben niet gemaakt. Ja, dat ging best. Ja. Het lijkt alsof je skiet zo. Ja, het lijkt er wel een beetje op, ja. Want dan hoor je ook zo naar beneden. Het was super leuk bij de Intratuin. En de trein was ook hartstikke leuk. Gaan we nog wel een keertje, denk ik, hè? Ja, zeker. Dat treintje dat trekt wel een hoop kindjes, hè? Ja, en ik heb skielers aan, dus dat hebben ze gezien. Nou, we hopen dat jullie het weer een leuke vlog vonden. En natuurlijk het afweer aan het klussen waren. Zijn jullie ook wel eens bij de Intratuin geweest? Of gaan jullie nog? Laat het eventjes weten onder in de reacties. Ja. En vergeet niet te... Abonneren! Klik op het belletje. We zien jullie andere keer weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei.